Ja, dit fietspad zou daar eigenlijk niet komen en nu ligt het er toch. Nee, dit fietspad zou er niet komen. Er lag een fietspad ongeveer op deze plek. Maar de plek waar nu de weg aangelegd wordt, daar lag dat fietspad. Dus het oude fietspad moest weg. En wij dachten met het fietspad aan de andere kant van de Dronteringweg een voldoende adequate oplossing te hebben voor het fietsverkeer. De bewoners, de omwonenden van dit gebied hebben aangegeven dat geen veilige oversteken te vinden om daar te komen. Als de provincie en als gemeente Dronten zijn daar serieus op ingegaan, want als dat soort verontrustende signalen van bij ons komen, moet je daar ook heel serieus mee omgaan. En uiteindelijk hebben we besloten om toch dit fietspad aan te leggen. Nou, Gertrude, jij hebt het initiatief genomen om het fietspad hier toch weer terug te krijgen. Ja. En het ligt er nu. Wat vind je daarvan? Nou, daar zijn we heel erg blij mee. Ja? Echt, Carissa en ik, we zaten eventjes van, gaat het lukken? Want het fietspad hebben we hier liggen en het wordt ons eigenlijk afgenomen nu. De kinderen konden mooi altijd naar de rotonde fietsen, omdat het daar gewoon veiliger is om over te steken. Maar we zijn blij dat we het toch voor elkaar hebben gekregen inderdaad. Dus ik vind dat een fantastisch initiatief. En niet te vergeten, het belangrijkste was waar we het voor deden. We zijn bezig om een mooie verbinding aan te leggen tussen Zwolle en Alkmaar. En het begin is er. Wij vinden